We're going in there to see a different type of farming on the estate. When the present owner took over, he had about 20 years ago, he had a long look at how the land was used and began to think of different ways of... Fishing lakes and people fish for them. And in case you worry, I've got the red one as well. In the farm here is perhaps 5-6 kilos, but they can grow to 13-14 kilos in the wild, but with the food it is very, very expensive to feed big fish, so we keep them to maybe, as I say, maybe 4 or 5 kilos, no more. If we return to the shop, I think they've prepared a small tasting. You'll be able to sample some of the product of the estate if we return to the shop. I've finished the food. I will have to start throwing people in. Yeah.
Je hebt nu juist gezien, hij speelt Napoleon. Ik zal jullie een keer iets vertellen van Napoleon. Het is nu dus historisch. Napoleon droeg altijd rode vesten. Weet je? Dat was effectief, hè? Die droeg altijd rode vesten. En weet je waarom? Als hij gewond zat, je zou het niet zien. Ze zijn verwonden. Je weet ook de reden waarom dat Hitler altijd bruin broeken gedragen heeft. Recht aan de overzijde van de Moray Firth. Dus dadelijk gaan we de brug zien. Die brug die komt uit op wat genoemd wordt de Black Isle. Maar ten eerste, het is geen eiland. En of het zwart is, ja, dat is ook maar af en toe dat je dat effect hebt. Want het is geen eiland, maar een schiereiland. Het is dus langs drie zijden omgeven door water. En de naam Black Isle, dus zwart eiland, komt eigenlijk van het feit dat in de winter al die open gedeeltes allemaal onder de sneeuw zitten. En daar waar die zwarte bomen staan, hou je nog heel lang een stuk zwart over. Dus vandaar de naam Black Isle. In werkelijkheid is het grootste gedeelte van dat schiereiland landbouwgebied. Dat noordelijkste deel daar van Schotland, dat is nog dunner bevolkt dan wat we nu al gezien hebben, waar we nu al doorgereden zijn. Ook met prachtige stukjes natuur, vooral het noordwesten van dat gedeelte is zeer mooi. Ja. Westerse eilanden letterlijk vertaald. En dat zijn dan de buitenhybriden, de Outer Hebrides. Oké, hier mag u allemaal. Thank you.
Dat is een kanaan.